Maar ja, het is inmiddels avond. Van het Negenplein Festijn. En we zijn aan het kanen geslagen. Nog meer torens voor Symbolica. Hartenhof. Hoe heet het nou? Symbolica. Nog meer torens. Ja, die gaat het gewoon prima lukken. Dat is wel slim trouwens. Ze zijn daar die dakding aan het erop aan doen. Oh, wat een gezellig pleintje. Wat een gezellig pleintje. Wat hebben ze hier allemaal? Fish and chips. Ja, dat is wel beter als met die midzomerding. Het was allerlei gekke... Gewoon rare foodtrucks. Met hippie food. Met vrije uitlopen. Ja, precies. Vrije uitloop burgers en vier granen bier en burgers en hotdogs. Oh. Onderweg richting de Vogelrok. En de wachttijden vallen vandaag wel mee. Ah, daar heb je de harmonie van 3. Wat een wonder. Ja, ik denk dat het een pot als een neus heeft. Ja, precies. Nou, dat mag je niet zeggen, dat is discriminatie, ja? Oh, ja, sorry. Het is namelijk geen bot, dat is een vleesbeperkte. Maar... Volgens mij is het carnaval festival hier ook. Ja, is hier ook. Ta 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 ta. Doe mee! Doe mee! Mensen in Vestijn! Doe mee! Met het mensen in Vestijn! Doe mee! Doe leuk! Mooi lamp! Leg het ei hoor, voor foto hoor. Nou, dit is de mensenmassa. Voor een ritje in het donker. In een vogel. Die Rock heet. Rockie. Rockie. Waar denk je aan? Brabant! Yeah. Jij wil wat zeggen? Brabant, kut! Het is ook lekker druk bij de gondeletten. Ja, is handig neergezet ook. Ja. Nou, Symphonesia, hoe die ook heet. Symbolica, geloof ik. Het gaat wel, als jij dan aan het tegelen, jongens, om het muurtje aan het metselen. Wat zei je? Waterpokémon. Waterpokémon. Waarom is Pokémon, man? Pokémon. Gotta catch him all.
Gonna be the very best. Ik heb muziek erbij zitten hier. Even die duck. Ik zie die mensen hebben ze eigenlijk niet. Ja, precies. Is dat ook een veend? Ik zag van het ding. Die is echt te slecht om uit te spreken. Kijk, daar krijg je ervan. Commentaar liggen we gelijk stil. En nou? En nou? Wat dacht jij? Ik leg mijn beste beentje voor. Oh, wat is die mooie, de baron. Het is wel cool zo in de zon, al zeg ik het zelf. Ding, 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 ding. Krijg je als je wat ouder wordt, hè, dan gaat het allemaal niet zo makkelijk meer. Pas dat dan zomaar zeggen, gewoon eruit klettert en dan drupt het een beetje. Staat er ook al 50 jaar na, dus dan krijg je dat. Ja, dat is smerig man. Ja, gelijk 5 stralen te krijgen. Ja, waarschijnlijk. Ik denk zelf dat dan misschien de rits nog open, als het nog dicht is. Ja. Ja, het is inmiddels avond. Van het Negenplein Verstijn. We zijn aan het kamer geslagen. Dat is een klein beetje ook. Een heel klein beetje. Getrokken varken. Getrokken varken. Oh, 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 oh. Focus is. Daan ook lekker. Oh. Hij smaakt ook gewoon. Ik heb al stiekem een hapje genomen. Foei. Suus die heeft Chinees gehaald. Nou ja. Wat was dat? Je had rund? Ja, zoete soja. Rund is zoete soja. Met noedels of zo, wat was dat? Bami. Met bami. Dat was ook, het was alleen al klaar, maar wij moesten wachten. Wat een heel, hele vlotte dame was dat wel, hè? Was wel deed goed, had zin in de werk ook. Ja, alles op. Ja. Huh? Het is koud. Ik wil voor mezelf. Ja, ja. Jij wilt er gaan. Ja. Dus we gaan die even lekker peuzelen en dan gaan we het Negenplein in Verstijn starten. Stekende keuze. Ja, hij smaakt goed. We hebben inmiddels gegeten. Lekker pulled pork. Echt hè? Zuidkruid is het. Maar we gaan... wat zei ik vanmorgen nou? Over het koud zijn en weet ik het allemaal. Wat heb ik aan? Wat heb ik aan? Een lange broek. Haha. Onderweg naar Droomvlucht, want het is dus een beetje koud. Lekker aan de frisse, frisse kant. Zeg maar even, dat is mijn koud. Hoi! Nou, dat weddenschapje wil ik wel met je aangaan. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat dat best wel heet is. Ja, ik denk wel. Je hebt toch ook van die ijsbeerkleedjes, zijn toch ook lekker warm? Alleen dat al. Nee, je hebt films, dan zou je maar zeggen, in zo'n cabin in Aspen. En dan ligt er zo'n ijsbeer met popcorn aan. Echt? Want echt is wel koud. De film is slecht. Wie zegt dat? Ik heb films gezien. Ik heb films gezien. Frozen, dat is echt, weet ik zeker. Laat het gaan. Nou, die heeft dus duidelijk te veel gedronken. Halleluja. Nou, ga het vragen anders. Wat hij zegt. Maar goed, we zijn dus onderweg naar. Waar gingen we naar de Droomvlucht? Kijk, ik word gevlogd terwijl er gevlogd wordt. Vlogception weer. Of was het een foto? Hey, hallo, gezellig. Hier ook. Wat leuk, het is echt gewoon dubbel nu, gewoon stereo. Dus ik ben benieuwd hoe we dit terug gaan zien. Ik weet niet of het überhaupt werkt. Want we gaan even wat. Ja, de dames hebben het koud, fris. Want die hebben geen lange broek aan. Ik lekker wel. Ik heb heel de dag heb ik het warm gehad. En wie plukte de vruchten? Van de lange broek. Ik. Dus we gaan nog even kijken wat we kunnen maken van het Negenplein Festival. Tot zo. Oh. Oh. UFO.
telefoon on. We zijn hier ook inmiddels bij Droomvlucht aangekomen. De muziek staat ook echt niet hard of zo. Een of andere show tussen bosnimfen en weet ik wat aan het opvoeren. Zelf dansen met z'n allen. Wij maken even lekker misbruik van het feit dat er daardoor waarschijnlijk een kortere wachtrij staat. Zo te zien wel. Als het beeld een beetje schudt, sorry. We lopen wat harder. Meisje ook, kijk eens. Rennen. Dan gaat hij dicht. Oh. Oké, de wachtrij is niet helemaal weg. Vooruit. Er staat nog een stukje. Maar daar komen we ook wel weer overheen. Ben je wel met me eens, denk je? De uitspraak van vandaag. De enige echte, gewoon de beste doordachte. Is toch wel, zal ik maar zeggen, dat iedereen door moet lopen om de gaten te vullen. Want dan duurt de wachtrij korter. Ja, dan ben je sneller aan de beurt. Dan ben je sneller aan de beurt. Dus dat was een medewerker die zei dat hij vond het logisch dat als mensen de gaten niet dichtliepen, dan zou je namelijk langer moeten wachten. Dus, of zo. Dus de oortjes hadden niet door. Dus, maar er zijn nu weer gaten die niet dichtgelopen worden. Dus ze zeggen een half uur. Maar als die gaten niet dicht zijn, dan is het meer dan een half uur. Wat zit jij te doen? Nee. Ik denk dat je naar mijn nek te lullen. Dat het testen was. We zien het wel of het zo is. We gaan het opmeten. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? Nu 10 voor 11. Dus volgens het dichtlopen van de gatentheorie zouden we om 10:30 in moeten stappen. We gaan het zo even dubbel checken op mijn horloge. Tien voor 11. We gaan het zien zo. Bij de ingang doen we nog een dubbel check. Als de gaten zijn dichtgelopen is het een half uur. Als ze niet dichtgelopen is het langer. We gaan het zien. We zijn inmiddels een paar seconden van de ingang vandaan. Hoe laat is het inmiddels? 11 uur geweest. Dus 10 minuutjes. Dus geen half 3D blok. Dus geen dat half uur wat ze zeiden. Nou, daar gaan we zo al instappen. Valt reuze mee. Dus ik denk dat het met de attractie erbij is een half uur of zo. Ik weet het niet. In de droomvlucht. Jee. Even rustig zitten, mijn voeten zijn kapot gewoon. Ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn voeten gehad. Naar de auto. We hebben eigenlijk weinig van de negen pleinen gezien, alleen dat Meezing Verstijnen een stukje. Ook dat. Was inderdaad wat aan de drukke kant en niet alle attracties. Ik moet zeggen, die attractie viel op zich wel mee. En we hebben lekker gegeten. Ook dat. En het was al met al een vermoeiende, maar geslaagde dag. Niet de enige die het park aan het verlaten zijn, zo te zien. Lekker oliebolletjes. Heb je hem die vaak hier? Dat ruikt wel goed, maar we moeten er echt niet aan denken, nou, de ijs. Nee.